We moeten Edwin het mooist mogelijke afscheid geven, ja, natuurlijk, dat hij verdient. Ja. Sowieso, maar we moeten een mooie fruitmand, denk ik. Ja. Een condoleance krans. Of een Mitra-bon. Maar we moeten jou en je team natuurlijk ook een heel warm welkom geven. En we dachten, we nodigen jullie uit. En we zijn heel blij dat jij en je team daar ja op hebt gezegd. Ja. Om vanmiddag bij ons te komen. Om, inderdaad, zoals Sanne net zei, als een soort ploegenpresentatie. Ja. Mag jij je team één voor één gaan binnenhalen. Het is ook een soort voorstel aan jullie. Jullie gaan natuurlijk ook meewerken. En misschien dat je ook niet iedereen kent. Ik ben klaar voor de eerste. De eerste bekend, ja, de eerste. Maar dan gaan we even naar de deur kijken. Dames en heren, jongens en meisjes. De nieuwslezer van de ochtendshow in januari. Henk Jan! Ik dacht nog zo dat jij ook zo weg gaat, Henk. Je verwacht het ook niet, hè? Oké, we gaan naar de volgende. Ja, de volgende die ik mag introduceren. Moet is ik iemand. Weer? Ja, het is een leuk. Oh, blijf zitten. Sorry hoor. Het leuk feitje. Oh. Wij zijn op dezelfde dag komen werken bij 538. Oh. We hebben dezelfde dag een sollicitatiegesprek gehad, dezelfde dag aangenomen. We zijn altijd een beetje verbonden geweest met elkaar. We hebben de meeste programma's samengemaakt. Het is Jelte van der Goot. Hey. Oké, Frank, de volgende. We hebben nog een bekendmaking, want deze naam spookte al heel lang door mijn hoofd. Ik denk, deze persoon is het allerbeste in wat ze doet. En het zou ontzettend leuk zijn als zij, het is een zij. Een zij, dat zij kan aanschuiven, maar wel in een nieuwe hoedanigheid. Het is een dame die zich denk ik even moet voorstellen ook. Want jullie zullen, het zal niet gelijk een belletje gaan rinkelen, denk ik, bij jullie. Ook, nou ben ik heel benieuwd. Hannelore Zwitserman! Nee! Daar is ze weer! Nee! Overlopper! Is het team compleet? Hannelore, terug. Ja, dit was het zo. Of ben je... Oh, wacht, nee. Ik vergeet hem steeds. Oh, wat erg. Ja, we hadden nog iemand. Ja. En er was ook geen enkele afdeling waar we hem eigenlijk kwijt konden. Dit moet het rugzakje zijn van de ochtendshow. Er was toch 13.000 euro over? We hebben een soort bonus, een soort extraatje in de show. Mag ik het even horen voor Jelmer? Yeah. Ah, wat leuk, Jelmer. Ja. Yes. Daar ben je dan. Ja, ik heb heel lang gezeurd. En op een gegeven moment kwam ik er omheen. Jij bent het figuur dat hier gewoon heel lang letterlijk voor de deur stond bij 538. Ja. En voor het kantoor van Frank van mag ik meedoen? Ja. Ja. Wanneer gaan jullie beginnen? 7 januari. Kijk, dat is een maandag om 6 uur 's ochtends. En hoe heet het programma? Dat gaat heten de 538 ochtendshow met Frank. En er komen heel veel leuke reacties binnen. Haha, wat een heerlijk zootje, ongeregeld. Wat een fantastische samenstelling van het ochtendteam. Wat een superleuk team. Ellen zegt, dit wordt een hele leuke ochtendshow. Echt een topteam. En heel veel mensen zeggen, Hannelore. 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 Die mag je overnemen. Ja, waar staat die? Waar ligt die?